Woensdag 7 juni werd de eerste fase van het project rond de JA Heiwegenlaan in Spijkenisse officieel ingeluid. Door middel van de onthulling van 3 bouwborden starten wethouders Mijnans, Hottentot, Hamerslag en Struik van de gemeente Nissewaard de eerste fase. 2, 1, go! Op de plekken waar nu scholen te vinden zijn komt woningbouw, maar ook een nieuwe groen- en waterstructuur, inclusief een buitensportveld. De nieuwbouw voor de scholen zal langs de Groene Kruisweg tussen de Sevelerieslaan en de Hekelingseweg geplaatst worden. De planning van de gemeente Nissewaard laat zien dat er de komende 2 jaar gewerkt wordt aan de realisatie van de nieuwe scholen. De komende 4 jaar zal er in het gebied gebouwd worden aan de realisatie van de nieuwe appartementen en woningen die in deze wijk gebouwd gaan worden. Via nissewaard.nl is er meer informatie over dit project te vinden.